En er moet zeker een oplossing komen. Huiselijk geweld is een misdaad, dat mag niet. Iedereen wordt er slechter van. Het ene gedrag roept de volgende reactie op. En deze reacties roepen weer volgende reacties door. Nou, hier in vaak er zijn 50.000 gevallen van ernstig en zeer ernstig huisgeweld. Dat is echt niet normaal, het is overdreven veel. 1 op de 9 vrouwen tussen de 20 en 60 jaar in Nederland, die is ook slachtoffer van huiselijk geweld. Huisgeweld heeft te maken met de volgende onderwerpen. Macht en onmacht, visie op geweld, schaamte en schuld. En als ze dan naar een loket moet gaan, dan wordt ze toch gezien. Ja, nee, ik bedoel niet anoniem, maar ik bedoel zeg maar anoniem dat de buurman kijkt. Dat is zorg van anoniem, en dan is het bij jeugdzorg en dan bij het gemeenteloket. Ja, ja, ik snap je punt. Het is gedeeltelijk anoniem. Kijk, het is niet zo dat als ik hier kom bij de gemeenteloket en ik zeg tegen die vrouw, volgens mij heeft de buurman... Is niet zo, gelukkig als het lijkt. Dit gezin behoort tot 80% van de gevallen van huiselijk geweld die niet ontdekt worden. Dit geachte voorzitter voor zogezegd onderwijs, want die zien vaak meer lichamelijk geweld dan andere leraren. De mentoren, die zien vaak meer psychisch, omdat die met de leerlingen praten. En huisartsen, maatschappelijk werkers, wijkagenten, en die mensen worden gewoon allemaal betaald. Ja, betaald door de werkgever. Dus dat regelen jullie dan met de werkgever dat ze betaald terwijl ze een cursus hebben. Deze mensen zijn 80% van die 80% naar beneden, is een heel groot deel van het probleem opgelost. En de kinderen zullen inderdaad niet uit zichzelf. Niet alleen als toeschouwer of dader, maar natuurlijk ook als slachtoffer. Mensen moeten weten hoe belangrijk het is om huiselijk geweld te melden. En mensen die ermee te maken hebben, mensen die voorkomen kunnen spreken. Dit meldpunt komt in een klein gebouwtje of kantoortje. Mensen kunnen er naartoe bellen met een speciaal telefoon. We pakken alle problemen aan, dat gaat. Onrealistisch. Ja, en daarbij... Als voor elk klein probleem, als de overheid daar subsidie voor moet geven... Vind jij dit een klein probleem? Nee, nee, het is een heel groot probleem. Ja, heel groot probleem. Maar waarom wil je daar nog geen help? Nou, nog één laatste zin.